Wat hebben we voor een gedicht? Oh, je bent aan het filmen. Ja, je mag wel. Tik er even in. Oeps. Heb je dat ook nog mooi op de film? Ja. Hey, het zou heel mooi zijn dat dit de laatste is die ik dan ook nog naar midden sla, hè? Op de film. Hé, hey, is dit de laatste? Nee, ik heb er nog eentje daar. Oh, ja, dat zou een mooi boel wezen. Maar je legt ze willekeurig neer, er zit geen volgorde in of zo. Nou, dat was eerst de discussie, wat doen we? Gaan we dezelfde tekst weer terugleggen op zijn plekje? Ja. En nou, dat had gekund. We hadden zoiets van, nou weet je, we houden wel de kleur op de plek. Oké. Okay. Maar ik pak zelf, nou ja. Dus jij bepaalt het gedicht? Spontaan, even. Nee, enkel daarvoor in de straat en aan het begin daar. Oh ja. Dat zijn twee teksten die zijn wel passend aan het begin van de straat. Oké. Okay. En die heb ik daar ook echt neergelegd. Oké. En er zat één zwarte bij. En dat moet jij dan een beetje en op gevoel doen. Nou, ik pak gewoon hier licht een gele, ik pak een gele. Ja, dus, ik moet eigenlijk helemaal niet naar die tekst kijken. Hmm. Dat is helemaal de bedoeling niet. Hé, hey, dat is een leuk gedichtje. Wacht even hoor, ik maak hem even schoon. Nee, ik maak hem even schoon. Ja. Ja, je moet het maar begrijpen. Nou, hij is jouw plek geschreven volgens mij. Huh? Hij is wat? Dat meisje. Ja? Heb je ook een kat? Ja. Ja. We begrijpen hem toch? Ja, maar ja, dat plassen dat vind ik nou weer wat overdreven. Nee, dat niet. Zo'n mensen doen gekkere dingen. Dat is waar, dat is waar. Nou, dat blijkt beter anders dat de straat doorloopt dan. Uiteindelijk is er geen eentje heel. Nee? Nee, ik heb uiteindelijk de hoek eruit moeten tikken. En, zijn jullie blij met je gedichtje? Nou ja, dat moet niet van onze telefoon. Dat is ons huis. We hebben er geen een. Hè? Hij kijkt of er een is. Was er eerst wel een? Nee, ik was er ook niet. Oh, je had gewoon een extra besteld. En deze tekst kan ik ook helemaal niet. Nee, ik ook niet. Is dat een nieuwe tekst of zo? Nee, ja, ik vroeg al aan hem, hoe doe je dat? Maar hij... en die ook niet. Die nee. Is dat zo merkbaar? Want volgens mij zouden we er gewoon dezelfde tegels misschien zien. Is het... misschien een andere straat of zo? Ja. Nee, maar hij heeft dat door elkaar gehusteld. Hij heeft niet dezelfde teksten teruggelegd op dezelfde plek. Nee. Hey, andere tegels? Nee, het zijn dezelfde. Deze tekst hebben meer. Ja, dat is echt goed. We zullen voor jullie ook een gedicht maken. Op de stoep. Want ik ga ze met de schep niet uit. Ja. We hebben stoepbreid. Jullie hebben toch gedichten genoeg in huis, zou je zeggen? Lijkt mij wel. En als we even gewoon met stoepbreid maken, we er zelf een. Ja, precies. Heb je het liedje al geoefend, Ali? Ik weet het nog van 10 jaar geleden. Ja? Ja, ja, ja. En jij dan? Nee, ik niet. Ik ga filmen, toch? Dan moet je toch meezien? Nee. En dan ga ik zo de straat door. Dan kan ik zo... Het was zo filmen, hè? Ja.
ik verwacht, ik heb zelf 6 en 7 jaar, dat zij aan de ene kant. Ik zat met een leerling in gesprek en zei: mama, waarom helpt je nou net? Ik dacht, oh, dat is ook erg. Het was echt een beetje te wat, ja. Heb je ook een mooi gedichtje gekregen? Jazeker. Een nieuwe? Het is veranderd, hè, een beetje van. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Yeah. Ja, man. Ja, sorry. Krijg je weer even nieuwe inspiratie? Ja. Ja. Is het eerder dan. Ja. Ik zou er een t-shirt van maken. Ja, dat kan ook, ja. Lekker hoor. Ah, daar is de volgende alweer. Leuk gedicht heb je, hè? Ja, ja. Leuk, hè? Echt leuk, ja. Ik ga niet Thank you.
Hoi, samenscholing. En ik merk inderdaad dat we worden strikt in de gaten gehouden. Hey! Onze buurvrouw, hoe is het voor de Nee hoor, ik zou de laatste zijn. Ben je foto's aan het maken om een compilatie te maken, weet je? Ja. Maar jij hebt een grote camera, toch? Ja. Dus je bent nu zeg maar even proef. Oh, je bent filmpje. Ja. Ik zal het doen. Je mag wel wat zeggen. Wat is er? Hè? Wat is er? Kan je er niet in? Kan jij er niet in? Hoe moet dat toch? Ah, deze boom is echt, die is zo'n kanje, hè? Is altijd, zelfs als het vriest is die aan het bloeien. Ja, echt. Ik zie hem altijd vanuit mijn kantoor, dus ik zit te werken, hè? Krijg ik ook deze. Petra, jij had in de straat geschreven over die man bij de Albert Heijn. Ja? Is dat een Roemeense man? Ja. Hallo.